Vandaag spreekt Amersfoort de troonrede uit en vraagt zich daarbij af, wat vindt u niet te pruimen? Nou, ik vind eigenlijk alles nou niet te pruimen. Bruine bonen, kapucijners en tuinbonen. En voor de rest ben ik een heel tevreden mens. En geef ik het leven een dikke 9. Ik vind namelijk kaas niet te pruimen. Zo grappig. En ik baal een beetje van dat ik geen werk kan vinden. Terwijl ik afgestudeerd ben. Voor etaleuze. Winkel, etalage en richting. Ja, dus, als iemand nog zoekt een leuke creatieve etaleuze, even naar de kaasboer en dan kan je mij wel vinden, denk ik. Sinaasappel. Harder. Sinaasappelsap. Harder. Sinaasappelsap. Sinaasappelsap. Spruitjes vind ik niet lekker. Ik vind spruitjes niet lekker. Ik vind vis echt niet te pruimen. Alle vis. Nou, wat niet te pruimen is, is de laatste tijd het gemeentebestuur van Amersfoort. Nou, alles wat hier verpest wordt in de stad, binnenstad, zowel de Amersfoort binnenstad als de festiviteiten. De bezuiniging slaat nergens op. Ik wil graag dat een... Alle Koerden, wij zoeken aandacht, wij vragen aandacht aan Nederland om Koerden te helpen met strijden tegen de IS. Ik wil dat Nederland Koerden graag helpen. Dat wil ik graag van Nederland hebben, van die andere landen ook. En een heerlijke rottige pruim. Die vind ik niet de pruimen. Nou, die mensen zeggen niet meer dag tegen elkaar. Als iemand tegenkomt, ik kroet, de kroeten niet terug. Dat stoort mij heel erg. En we zijn al helemaal afgekleed. Dus dat is heel jammer. Ik woon op de Dollestraat en ik vind dat in de Dollestraat te hard gereden wordt. Dat is het. Meneer Keizer valt ook in de Dollestraat. Ah, meneer Keizer heeft er geen tijd voor, wij wel. Zwarte Piet. Omdat het niet eerlijk is tegenover ons. Ja, we zijn niet dom. Nee, Zwarte Piet komt zo dom over. Ja, het is geen kinderfeest meer. Dus het is commercie geworden. Als een kinderfeest zou blijven, dan was het niet erg. Ja, dat kinderen kunnen genieten ervan, van kleine cadeautjes. Ik vind het erg dat Zwarte Piet miskend wordt.